Ja, klopt. Ja, we trekken aan de bel, want er is anderhalf jaar geleden is er een werkgroep honden opgericht. En zoals ik al zei, anderhalf jaar geleden, maar tot op heden is er nog nooit wat gebeurd. Dus wij gaan vragen stellen in de raadsvergadering als MBNT-UNO. Want ja, er moet nu eindelijk eens een keer wat gebeuren. De asiels zitten bomvol, FKK zit bomvol, er kan geen hondje meer bij. Veel mensen denken nog steeds dat iedereen honden moet opnemen. Maar er zit geen verplichting aan, want het is allemaal vrijwilligerswerk. Maar het is vol, dus mensen, ja, soms moeten er honden geweigerd worden. Nou, dat kan toch niet op zo'n eiland als Bonaire. Dus we moeten nu eens een keertje echt antwoorden hebben en er moet een keertje wat gedaan worden. En ik vind dat... Het openbaar lichaam, we hebben nu al 25 jaar die wetgeving, die wordt niet gehandhaafd. Ik vind gewoon dat we nu eens een keertje de wijk in moeten om de burger correct te informeren. En niet met een Facebook plaatje of een Facebook verhaaltje. Gewoon de wijk in, want het is al 25 jaar, is het een zootje. Nu moet er een keer een actie gebeuren. Jullie gaan vragen stellen. Wat voor vragen eigenlijk? Nou ja, ten eerste, die werkgroep is er. Die heeft onderzoek gedaan. Maar het vreemde is, als we vragen naar de resultaten van het onderzoek, of kunnen wij het onderzoek inzien, wat hebben jullie allemaal gedaan, dan is daar niets bij handen. Ik bedoel, dan hebben ze niets. Het is vreemd. En wij hebben ook al vaak vragen gesteld van waarom is er nog steeds geen dierenpolitie en waarom is er nog steeds geen actie ondernomen met betrekking tot mensen te informeren. En dat gebeurt nog steeds niet. En we zijn nu anderhalf jaar verder. Het is anderhalf jaar gewoon weer weggegooid. We zijn er al vanaf 2016 zijn de dierenorganisaties daar druk mee bezig om wat voor elkaar te krijgen. We zijn nu zeven jaar verder, nog steeds niet. En het probleem gaat zich niet oplossen, het probleem wordt alleen erger. Bonaire stroomt vol met mensen, maar ook het aantal honden wordt steeds erger. Dus we moeten nu actie ondernemen en dat kan echt niet meer weer een anderhalf jaar wachten. En wat ik me toch vreemd vind, is op Bonaire kun je toch honden gratis laten steriliseren. Maar toch zie je constant hondjes met 10 andere kleine hondjes achteraan lopen op straat. Wat denkt u dat moet gebeuren? Nou ja, dat zeg ik. De overheid moet gewoon een groep mensen de wijken in laten gaan. En de burger goed informeren van wat allemaal mogelijk is. Inderdaad, er is gratis sterilisatie mogelijk. Veel mensen weten het nog niet. Veel mensen denken ook nog steeds, en met name Antilliaanse mensen, dat een hond minder waaks wordt. Ook dat is niet waar. Dus die mensen moeten gewoon correct geïnformeerd worden dat ze dat beter wel kunnen doen. Want die beestjes die kunnen nergens heen. Ja, dan worden ze gedumpt in de knoek. Ja, die beestjes gaan dood. Dus het is een levend wezentje. Ja, dat kan toch niet? Nou ja, op korte termijn gewoon moet het OLB zorgen dat er een aantal mensen behoorlijk is opgeleid. En dat is helemaal geen opleiding van weet ik voor lang. Dat is gewoon misschien een weekje even om de tafel zitten. Dat die mensen correct geïnformeerd worden wat de wetgeving is en hoe ze mensen kunnen benaderen. En gewoon de wijk ingaan. En laten we beginnen met de zogenaamde probleemwijken. En naderhand eigenlijk heel Bonaire doen. Maar we kunnen het ook mooi meteen in kaart leggen. Hè? Dus die mensen die kunnen door die straten heen lopen. En die weten meteen van, joh, daar is een overschot aan honden in die straat. En in die straten is helemaal niets. Dus ja, waar gaan we de druk op leggen? Of hoe gaan we die mensen nog een keer benaderen als ze er niet zijn? Ja, dus we moeten de wijk in. We kunnen niet gewoon met een radiospotje van, u moet uw hond binnenhouden. Of u kunt uw hond steriliseren. We moeten de wijk in. Het is, dit ging voor heel lang al, laten we zeggen, zonder regels en alles. En meteen kom je met een radiospot, het gaat toch niet? Nee, ja, maar kijk, het erge is nog een keertje, er is al 25 jaar wetgeving. In die wetgeving staat dat je hond verplicht in je eigen tuin moet blijven, dat hij daar niet buiten mag lopen zonder toezicht. Maar het was nooit handhaafd. Daarom, het wordt al 25 jaar niet gehandhaafd. Dus wie is hier nu fout? Niet degene met het hondje. Nee, de overheid is fout, want die behoort te handhaven. We behoren ons allemaal aan de wet te houden. En ja, het wordt, ik zeg het wel vaak, het wordt een beetje gemeengoed van, ach, het is Bonaire, kijk eens wat een mooi eiland. Hè? Hier mag toch alles? Ja, dat is niet waar. En het leuke is, of het leuke, het droevige is, de dierenorganisaties die zijn eigenlijk, ik noem het maar, aan het weilen, hè, om een beetje alles goed voor elkaar te krijgen. Maar de overheid die de kraan bedient, die zit op een stoeltje achterover mee te kijken hoe de dierenorganisaties hun best doen. En af en toe hebben we aan die kant een stukje droog gedweld, maar de andere kant wordt het weer dubbel zo nat. Dus er gebeurt, wij kunnen dat niet alleen oplossen, dat moet de overheid doen. Die moet zorgen voor een goede informatie bij de burger en ook een handhaving. En ik ben heus niet voor dat iedereen meteen een bekeuring moet krijgen. Laten we de mensen gaan informeren en waarschuwen. En als er meerdere waarschuwingen zijn, ja, dan gaan we toch bekeuren, lijkt mij.
Je hebt het net over dierenorganisaties. Die krijgen ook geen subsidie van de overheid, hè? Nee, nee, nee. Het zijn wel stichtingen, vrijwillige stichtingen. En zoals FKK, die doet haar best. Nee, die krijgt donaties van mensen. Maar ja, die zit vol, vol, vol. Er kan geen hondje meer bij. En dan is er weer een zielig hondje op straat. En zegt mensen, FKK moet het opnemen. Nee, dat moet niet, want het is vol. De overheid moet wat doen. En dan kunnen we verder gaan praten met z'n allen.